Weer een nieuwe keukentafel met twee bijzondere mensen. En ik weet zeker dat veel mensen een hoop lachrippels hebben gekregen door Henk en Sis van Beelden, oude eigenaars van Beekelot. Toch? Is dat zo, klopt, hè? Ja, 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 we hebben veel plezier gehad. Ja, heel veel. Heel veel. Maar voordat ik over de periode van Beekelot wil beginnen, is Sis, vertel eens, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Nou, dan zal ik heel kort zijn, Josephine. Wij woonden om het hoekske op de markt. En hij kwam altijd, wij waren een groot gezin, hij was zo'n kinderen al zijn? Tien. Wij hadden 10 kinderen. Ja. En bij ons, iedereen kwam bij hem in de kroeg, die in de kroeg mocht komen natuurlijk. Dus hij kwam altijd bij ons thuis. He, er werd voor hem, hij at bij ons thuis, de gordijnen werden gewassen door iemand van ons thuis, niet door mij hoor. En er was gewoon kind aan huis en er was niks anders. Wij kwamen er ook altijd in de kroeg. Tot op een gegeven moment, was al ruim een jaar later. Toen zit hij op een gegeven moment zaterdagavond tegen mijn afsluitingstijd. Hij zegt, jij kent wel even mee helpen vegen. Ik zeg, oh ja, dat kan ik wel doen. Dus ik kreeg een veger in mijn hand geduwd. En we waren klaar. En toen zegt hij van, en nou gaan we even naar de verjaardag op het hoekje. Ik zeg, ja, dat is goed, ik ga wel mee. Maar we moesten nog even een ommetje lopen. En naast het gemeentehuis in een gangske, daar geven we natuurlijk even staan vrijen. Oh! Dus je gewacht en toen zit hij, ik wil eigenlijk wel verkering met jou. En ik zeg, ja, dat kan. Hij zegt, maar we moeten toch maar even een week overdenken, want ik heb wel een café, hè. Ik heb wel, het is wel druk, hè. En toen had ik zoiets, hoezo? Ik niet, hè? Ik zal u laten zien dat ik het kan. En uiteindelijk zijn we inmiddels al 46 jaar getrouwd, Jozef. Sis, hoe oud was jij toen? 21. 21, en Henk, ik was 5 jaar oud. 26 toen dus, begonnen we. En je bent met 26 Beekelot begonnen? Ja, toen ben ik Beekelot, in 26. Ja. Ja. Jij woonde daar niet in Beekelot, hè? Jij moest... Jawel, ik woonde boven. Oh, jij woonde er boven? Ja, dat was dus boven het bovenhuis, en ik, vlak boven de trap had ik één kamertje. Dus je had één kamertje boven waar ik al mijn spullen had, de sigaretten, de hele mikmak, en dan al het ene kamer. Lag allemaal onder zijn bed. Want Henk, waar kom jij vandaan dan? Ik kom oorspronkelijk uit Den Bosch. En hoe kom je dan in Boksel terecht? Nou, dat is dus een verhaal apart. Mijn vader werkt op het gemeentehuis in Den Bosch. En die werkt ook Pieter Doornbos. Zijn zoon van de oude Doornbos. Ja. En die wisten van mijn vader dat ik op een gegeven moment van mezelf wou beginnen. Dus hij zegt op een gegeven moment tegen mijn vader, dat is een pandje vrij in Boksel. En zodoende ben ik in Boksel terechtgekomen. Ja. Want hoe kan het toch lopen dan eigenlijk? Zo, hè? Kom, ja. Henk, want voordat je Beekelot begon, wat was jouw beroep dan? Wat nou, deed ik heb altijd toen? Gewoon gevaren op passagiersschepen en andere schepen. Dus ik was chief steward, zeg maar. Ik had de leiding op de eerste klas restaurant. Dus eigenlijk in feite heb ik in Amsterdam op school gezeten. Een soort kokschool dan of zo? Nee, koffiedij, was een koffiedijschool. Dan kon je mee gaan varen en mee gaan vliegen. Je kon dus ook purser worden of je kon gaan varen. Okay. Maar varen zit bij ons in de familie, want mijn broer die varen ook al. Dus die heb ik gekozen voor het varen. Toen heb ik dus alle rangen, in die we kennen, ik kom uit klassieke horeca, alle rangen doorlopen. Kom in de rang, chef de rang, demi chef de rang, neem maar op, open kelder, ik heb alle rangen gehad. Dus zodoende. Heb je al jaren op zo'n boot gewerkt dan? Ik heb dus totaal denk ik een jaar of vier, vijf heb ik gevaren. Sinds ja, vijf. Ja, zes. Zes jaar. Ja, maakt niet uit, ja. Heb ik gevaren dus. Dus altijd mijn achterhoofd gehad, omdat de horeca bij ons in de familie zit. Want mijn grootvader had een horeca bedrijf gehad. En mijn vader was enig kind, dus niet. Dus het zit van oudsher, zit in de familie. Ja, ja. Goh. Dus de zaak van mijn grootvader, die is er nog steeds, in Den Bosch, is in Orte. Dat Schutters Welvaarder, een heel bekende naam in Den Bosch. Hmm. En daar staat mijn naam in de muur, want ik keek naar mijn opa, haar van Wilde, die zit in de muur. Ach, dus zit er weer gewoon het aard van beestje. Ja. Zo moet je het zien. Ja. Dus ik wil altijd voor mezelf beginnen. Ja. Want toen jij zo aan het varen was, heb je natuurlijk veel van de wereld gezien. Ik heb een hele hoop gezien, ja. Ja? Heel hoop. Dat is wel mooi, hè? Dat je, als je zo jong al zoveel kunt zien van de wereld. Hè? Ja, en een stuk wat belangrijker is, dat is mensenkennis, mensen inschatten en leren even met. Ja, en heb je weer kunnen gebruiken voor toen voor de start van de zaak. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat je inschat wat voor mensen kijken in de zaak en wat ga ik ermee doen. Ja, want je bent dan eigenlijk toch een jonge knul, hè? 26, om dan zo'n café. Want wat was het voor een café? Was het... Vroeger was het eigenlijk, het zat in een slijterij, of het zat in een slagerij. En dat was een slijterij. En dat was gewoon een café, er was geen toilet, het toilet was buiten.
Dus ik heb alles opnieuw moeten bouwen. Er waren geen toiletten, er was helemaal niks. Nee. En de bar, hè, zeg maar, stond hij toen al zo zoals je nee, dat was? Nee, eigenlijk stond er zo, zoals vroeger was, zo'n toog. Met die kastjes erboven, zeg maar. Met zo'n glazen wand. Die heb je dus vrij snel al moderner gemaakt. Ja, dat moest ik helemaal verbouwen. Ja. En het was vroeger ook anders dan nu tegenwoordig. Ik moest van eigen voorwaarts houden bij de burgemeester. Hè? Oh ja? Dat, ja, ik heb zomaar niet. Dus ik ben bij hier, hoe heet het weer, bij Van Helvoort. Van Helvoort. Ja, zo werkte dat vroeger. Ja. Dan ging dat. En wat ik net zeg, wat Dormel had gezegd, als je de deur niet dicht houdt, dan wordt het helemaal niks. Hoezo, als je de deur niet dicht houdt? Dan gaat het niet goed, want hij komt uit een bos en dan krijg je wrijving en dan wil het misschien, ja, dat werkt niet. Ja, dat was toen in die tijd heftig. Ja, heel heftig. Het vechten en de toestanden. Echt waar, de Bos, ja, dat was wel zo'n moppen. Vroeger was dat, ja, en ik had hele andere ideeën. Dus ook ermee te maken, hè. Dus oh, andere ideeën om jouw bedrijf te maken. Ja. Vertel eens, hoezo? Nou, ik had dus ideeën. Ik had al binnen mijn 2 jaar achter in de tuin helemaal verbouwd, had ik al een hele grote barbecue. Ja. Die had ik al. Toen zei ze, ja, wat gaat hij doen? Open vuur stoken? Want toen wist je met de barbecue was. Die had ik in Amerika allemaal al gezien. Ach, wat leuk, ja. Die hele vuurput, weet je wel, die was toen helemaal uit de tuin. Ik had een hele grote barbecue, eerst op gas en later gewoon stoken. En daar had ik speenvarkens aan spit en hammen aan spit en alles heb ik daar gedaan. In die feesten, dat wist eerder. Ja, dat was allemaal apart toen de tijd. Ja. Goh. En die gekke ideeën die ik had. Mooi bedrijf. Je moet leven, met mij moet dat leven. Dat moet niet zijn dat je binnenkomt alleen een glaasje bier. Nee, er moet meer aan de hand zijn. Ja. Maar dus, leuk, ja. Al die ideeën. Maar ja, het klinkt misschien raar. Was jij een soort een vrijbuiter, een hippie? Of was je toch wel iemand die duidelijkheid had en strak? Strak, gewoon eigen beleid. Eigen beleid. Ja. Soms niet iedereen ermee eens, maar dat hoeft ook niet. Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat is ook niet belangrijk. Nee. Gewoon wat ik zelf graag in mijn hoofd had hangen, dat ga je doen. Ja, want hoe was dat voor jou, Sis? Dat lijkt me dan toch ook wel moeilijk. Als je zo'n man tegenkomt die al precies weet wat je wel wil en wat je niet wil. Ik had natuurlijk daarnaast mijn eigen wereldje, hè, want ik werkte gewoon voor nog. Nog, hè, toen. Want wat deed je voor werk dan? Ik heb vroeger heb ik in de schoenenzaak gewerkt en later heb ik bij Van Eertem en Prinsen op kantoor gewerkt. Ja. En daarnaast werkte ik ook nog altijd in de horeca, in de vrije tijd, hè. In de vrije tijd, hè. Ik was 15 denk ik, toen ik al met mijn tante mee zat. Ja. Het zat er dat zat gewoon in mijn bloed. Het zat gewoon in mijn bloed. Ik mocht ook altijd de bar, zeg maar, die mocht ik altijd poetsen. En daar vond ik, en dan stond ik daar achter die tapkast, weet je wel, daar in de café, er was verder niemand. En ik voelde me, jongen, dat ik denk van, oh, dit is helemaal mijn ding. Ja, dat had ik gewoon. Ja, leuk zeg. Dat heb ik altijd gehad. En dan mochten, oh, mensen en die deurtjes. En dan die lepen chocolade die er allemaal kwattas noemden. Ja, kwattas. Die lagen er allemaal mooi in dat kastje. Ik vond het helemaal geweldig. Ja. Vond ik echt geweldig. Ja, ik denk ook wel, als je zo'n bedrijf met z'n tweeën begint, ja, in eerste instantie jij alleen, dat je wel een vrouw moet hebben die... Natuurlijk, anders werkt het niet. Nee. Je moet samen doen, hè. Horeca moet echt samen doen. Je moet ook niet denken dat het in het begin gelopen heeft, ook niet. Nee? Nee, in het begin was het aftastig geblazen, ja, maar goed dat het vrijgezel was. In welk jaar kwam je erin? 67. 67, oh ja. Ja. In het begin was het dus was het nog niet. Nee. Maar ja, dan ga je praktiseren, hoe ga ik het oplossen? Ja. Want het is uiteindelijk een soort studentencafé geworden, hè? Nou, dat wil ik even uitleggen. Ja. Dus dan ga je kijken, wat ga ik doen? Hoe ga ik het doen? Dus op een gegeven moment kwamen toch wat jongelui bij mij in de zaak. En dan ga je praten en denken, ja, we mogen eigenlijk hier niet komen. Mag hier niet komen. Wie mag hier niet komen? Ja, de directeur van Hamel vindt het ook maar niet, alles. Ik zeg, oh, van Hamel niet erg. Dan gaan we het anders doen. Dan gaan we meneer Hamel maar uitnodigen. Dus ik heb de directeur van toenertijd HBS uitgenodigd. Die heeft kennis van mij gemaakt. Maar ondertussen ze wisten ze al gelijk wie ik was en waar ik vandaan kwam, want dat gaat toch heel vlug in het dorp, dat is ook nieuws. Ja. Dus ze hebben kennis met hem gemaakt en gedaan. En toen heb ik gelijk een ouderavond georganiseerd, voor een hele hoop ouders. Hoe slim, ja. En die hadden mij gezien en die hadden de zaak gezien en toen is het pas gaan lopen. Ja, want het is natuurlijk wel als je zo'n deur dicht hebt. Ja, natuurlijk. We denken ze dat alle soort dingen nog. Ja. Het is ook wel heel spannend wat er achter zo'n deur gebeurt. Ja, natuurlijk. Nou, toen heb ik ze allemaal uitgenodigd. En toen hebben ze gezien wat er gebeurde. Nou, en toen is het eigenlijk, toen mochten er meer en zo is die boel op de gang gekomen. Ja, en toen zijn eigenlijk de jonge lui, die zijn op jou afgekomen dan. Ja, die zijn op de zaak afgekomen. Dan ging natuurlijk op school loopt het vuurtje. Ja. En toen kwamen er steeds meer. En dan gaat het automatisch met het lopen natuurlijk. Ja, want het hing echt met de benen buiten. Je moest allemaal vroeg gaan, want anders was het vol. Ja, was niet groot. Ja. Nee, dat is het charme van de zaak. Ja, dat was ook perfect. Ik moet niet, als je in de grote loop je een beetje verloren bij wijze van spreken. Weet je wat de charme van de zaak om klein was? Ja.
En dan op een gegeven moment ga je denken, dan ga je dus ja, ideeën naar voren brengen en dan ga je aftasten of dat die idee aanslaat. En dan, als het een pakt, dan komt er weer iets anders. En de klanten brengen zelf ideeën in, dus van het een van het ander. En toen is het hele circus eigenlijk gaan lopen met de gekste dingen die we daar gedaan hebben. Ja. En het leven ja, vooral. Ja. Jezus, hetzelfde... ik heb nooit zo gezien bij jou, Henk. Nee. Ik wist wel dat jij heel ondernemend was en we hebben van allerlei leuke feesten gehad. Maar dat jij zo gedreven bent in... Hetzelfde met de jongens die begrijpen. De jongens hebben ook een mooi verhaal altijd. Als ik dan binnenkwam, dan ging ik even eten, vrijdagavond, en dan kwam ik om 10:30 terug. Ja. En dan kwam ik de deur in en dan keek ik zo. Ik zeg, is mijn begrafenis besteld? Hoezo? Ik zeg, hebben jullie niet gekeken naar de mensen, het publiek? Het publiek beweegt niet. Weg met die muziek. Kijken. Wat willen de mensen vanavond? Och, wat goed, ja. Dat is het. Ja. Waar gaan we naartoe? Gaan we vanavond rustig houden? Of gaan we wat anders doen? Of maken we er een feest van? Ja. Kijken. En daar pas je muziek aan. Ja. Niet je eigen dingen nee, draaien. Dat had je wel natuurlijk. Hè? Dat sommigen altijd hun eigen dingen draaien. Ja, natuurlijk. Dan zegt publiek, beweegt niet. Doet niks. Ja, nee. Nou, dan zijn we verkeerd bezig. En dat zijn hele mooie dingen. Want hetzelfde als mensen op vakantie waren geweest. Dan ging je dan op vakantie. Hè? Als de eerste terugkwam, die wist te vertellen wat hij daar gedronken had. Dan had ik het al gelijk in huis. Zwangere jaar, die maakte ik zelf. Dan de rest had ik ook in huis. Ja. Klaar. Ja. Ja. Hè? Ja, precies hetzelfde. Ja. En dan kwamen ze terug van vakantie en dan was het een beetje, zeg maar, zo'n beetje voor de kerf, naar de kerf, legde aan hoe de vakantie ja, ik zat. Ja, toen ja, en dan zei ik heel rustig muziek draaien, want iedereen wil zijn verhaal kwijt. Je moet niet blazen nou. Want iedereen wil nu vertellen waar hij geweest is. Ja, je moet hem de kans geven om dat verhaal te vertellen. Ja, is ook. Dan moet je met je muziek weg blijven. Je moet hem wel aanzetten, maar niet te... Kijken, altijd kijken naar de mensen, wat willen ze? Ja. En hoe wist je dat? Want dat is toch wel een ontzettend groot inlevingsvermogen. Als jij zo nadenkt over al die dingen van, hé, we moeten nou een beetje rustig doen, want mensen willen een verhaal vertellen. Ja, maar dat heeft te maken. Dan zie je gewoon aan de mensen, hoe ze doen of hoe ze... Dan ben je op getraind, hè? Of ze zijn heel passief, dat je denkt, nou, ik moet iets, ik moet een beetje opzwepen met die muziek. Ja, dat konden die jongens ook goed, hoor. Die, dat deden we later, die platen draaien. Maar je moet dat zien als ervaring die je hebt gedaan op de schepen, op de varen. Als de Amerikaanse passagiers aan boord kwamen, wisten wij precies wat die daar krijgen we zoveel dollar van, daar zo weinig van. Dat was eens gaan leren. Ja. En als had je op het schip, had je het ooit verteld, had je een gang mee. Dan gingen dus precies kwamen zo aan boord, weet je wel. Zo zie je wel een film, een hele grote hal. Het gaat niet over de nieuwste schepen, over die tijd. Ja. Maar ja, dat gebeurde er wel eens. Dat als het van boord af gingen, dat de val in koffertje naar beneden was gevallen in het water. Ja, dat kon gebeuren. Ja, dat was weinig voor je dat. Jutta Stewart. Ja. Ik kan de boeken van schrijven, alleen daar al van. Dan was er van een koffer, dan was gestruikeld op de koffer in het water. Vleens, maar die leeuws, dat waren we niet helder. Hé Henk, waarom ben je daarmee gestopt eigenlijk? Nou, op een gegeven moment was het zover. Ik stopte omdat ik ben er een beetje streper achter. Dus ik wou die vent worden met die twee strepen. Echt waar? Ja, dus je bent ook wel een... Toen ik ging varen, toen zei ik tegen mijn pa, die vent die daar rondloopt met die strepen, daar word ik ook. Maar moet ik er weer wat van studeren, nog bij studeren, want ik heb allemaal nog gedaan. Zei, daar word ik ook. Dan haal ik. Dus ik wou nog een stapje hoger, maar toen gingen ze passagiersboten verkopen. En ik was de jongste in de lijn. Toen zei ik, ik heb het gehad. Dat is klaar. Ja. Dan hoeft het mij niet meer, dan stop ik. Ja. Ja. Maar al ondertussen nog de nodige centjes gespaard. Dus ik denk, ik ga maar vertrekken. Ja. Hey Henk, bij jou thuis, heb jij broers en zusjes? Of, ja, mijn achter. Ook een groot gezin, allebei dan? Jee. Ja. En was jij daar in de bovenmoot, middenmoot? Nee, nummer 3. Mijn oudste zus en dan mijn oudste broer, die vaart ook. Oké. Okay. We wonen op een plein, dus op het ene moment kwam mijn oudste broer boven water. Dan was je wel zijn koffers en spullen. Met mijn moeder. Ja. Als hij weg, kwam ik boven water. Ja. Oh ja, je kwam elkaar niet veel tegen dan eigenlijk. Nou, één keer toen we samen studieverlof waren, kwamen we elkaar tegen. Ja, toen mochten we van onze moeder weer 10 kruisen na, maar gaan we weer vertrekken, want het wordt helemaal niks. Allemaal druk. Nee, hij had het bos weer op zijn kop gezet, dus dan maar. Eigenlijk was jij geen schatje. Nee, eigenlijk niet, denk ik. Dus dat is ook wel een reden geweest waarom jouw regels in Bekelot best wel streng waren. Tenminste, of streng is niet het goede woord, duidelijk waren voor iedereen. Omdat jij zelf wist van hoe ik het in de hand moest houden natuurlijk. Ja, je wist tot zover. Dat had ik ook thuis geleerd, hè? Ja. Thuis ook, natuurlijk. Dat is een stukje opvoeding natuurlijk. Ja, uiteraard. Hè. Thuis, hè. Thuis mag ook alles, maar tot zover, klaar. Ja. Hè? Dat is precies hetzelfde. Ja. En ondertussen had ik, daarvoor heb ik ook nog meer dan een jaar in Suriname gezeten. 13, 14 maanden. Ook als? Militaire dienst, toen moest ik toen ook in. Oh god. Want daarvoor, was allemaal nog daarvoor.
En waarom helemaal daar? Wou ik zelf. Ja? Ja, maar was vrijwillig. En was dat meer ook om in Surinames te gaan zitten? Nee, of? Gewoon om hem eruit. Was toen al eigenlijk van, ik wil weg. Ja. Je lijkt ook heftig en daarna staat je achter zo'n gesloten deur. Ja, nee, maar ja, dan komt het naar varen. Ja, maar dat kan wel zeggen. Ja, dat is wel het ene uiterste. Ja, dat kan wel zeggen, ja. Mijn leven is nooit klaar. Nee. Nee, voor je. Dus dit, ja, dat stukje in Suriname, dat varen, een beetje lot. En wat ik daarna nog gedaan heb allemaal, dat is allemaal nog delen. Ja, want hoe lang hebben jullie in Beekelot gezeten? 22 jaar. Oh. Jullie kinderen zijn in die tijd gewoon geboren, ja, en een zin gekregen. Ja. En het ging allemaal door. We gaan allemaal gewoon door. Maar toen na 22 jaar was het accu leeg. Dat was mooi geweest. Ja, want hoe oud was je toen? Toen was je? Toen was ik... Was dat dan eigenlijk wel... 50? Nee, nog geen 50. Nog geen 50. Nog geen 50. En waarom was het toen? Was het klaar? Had je er geen zin meer in? Oké, pas op. Ja. Nou, hij, weet je, hij zei, ik kan twee dingen doen. Als ik doorga, als ik nu doorga, dan ga ik er dan nog door. Dan ga ik dan de waarschuwing aan het gat. Ja, dan voel je. Of ik stop, had die waarschuwing. Of ik stop en ik begin weer een nieuwe fase in mijn leven. Nou, oh, wat goed voor jou. Toch gekozen om te stoppen. En ja, want ik had de waarschuwing gehad. Ja. Ja. Omdat ik een vakidioot ben. Ik bedoel, ik dus alles doen. Hè? Want wij hadden daar buiten, deden wij ook nog, buiten Beekelot hadden we eigenlijk heel veel partijen, we kookten ook nog veel. Ook nog. En we hebben daar tussendoor ook nog die bistro gehad. Dat was in, toen is Zurich geboren, in 72. In 72 hadden wij de bistro. Sorry dat ik mijn bel opzet. Ja, toen kwam 72. Ik nog niet bij jullie. 72. Ja. Je Beekelot. Ja, de bistro, zie je? Ja. Och. En daar konden ze dus, ja, ik was eigenlijk... De dus je was een kok? Daar ben ik ook bij. Ja, maar dus ik heb nooit echt kok willen zijn. Nee, nee. Want ik ben een prater, dus ik ga niet tussen de vier muren zitten. Maar ik moest dat weten. Klassieke opleiding, en ik heb dus later ook nog de kokschool in Groningen gedaan, expres. Omdat ze mij nooit zouden, dat er iemand kan mij niet belazeren. Voel je? Oh, als je bent ook echt een controlefreak. Je moet alle netjes zelf in de hand. Nee, daarvoor dat de kok, dus op een gegeven moment dat ik zeg dat deugt niet, dan moet ik weten waarom het niet deugt. Ja. Maar ik wil niet tussen de, ik doe ook wel koken, heb ik ook gedaan. Maar liever ben ik gastheer. Ja. Maar liever is voor. Zo moet je dat zien. Ja. En hoe lang heb je die bistro toe gedaan dan? Die bistro hebben we gedaan. Niet zo lang. Niet zo lang. Dat komt veel te intensief. Veel te intensief. En toen hadden wij twee kleine kinderen. Je wou het zeggen. En die bistro. En we gingen bijna niet meer in bed. En we woonden daarboven, hè. Ja. Als die jongens s'avonds gewerkt hadden, er was altijd bij ons nog napraten, iets eten, kletsen. En dan ook heel lang kletsen. En dan, het, nog maken. En dan had ik zoiets zo van, dadelijk dan word je die twee waar. Ja. Ik denk, oh, ik kan nog wel een wasje ophangen en ik kan nog wel dit en ik kan nog wel dat. Dus dat ging maar door en dat ging maar door, ja, op een gegeven moment. En dan kon ik s'nachts nog mijn sausen gaan maken en toen werd zij zwaar ziek. Toen werd ze zwaar overspannen. En toen heb ik gezegd, de dokter zegt, nou, niet meer boven wonen. En toen zijn we nou schrikken. Ja. En toen heb ik die bistro weggedaan. Ja, toen heb je het ook anders gedaan. Als jongen het eigenlijk zien. Toen is de Chinees daar. Toen is de Chinees. Ja, als jongen het zo zien, ik ben eigenlijk met tijd vooruit was. Maar nu heb je allemaal eetcafés. Ja. En toen konden ze bij mij ook eten tot 2 uur. Want dan was hij dus extra duur. Stonden ze in de rij. Stond onze peer, want onze peer die stond toen in de bistro. Die deed de bistro met mij. En wij hadden fonduepannen. Die fonduepannen die waren in de tafel. Er waren gaten in de dingen. Ja. En dat was ook, we denken, hij s'avonds, die verrekte fonduepannen schoonmaken. Nou, dat is een vuiligheid. Oh, verschrikkelijk. En hele grote dat moest altijd gebeuren. En de tafels verkocht. Waren allemaal zo vet als men zei. Hele grote T-bone steaks hadden we van de grill. Grote Mexicaanse steken van de grill. Uiensoep. Ja, dat hoor. We maken eigenlijk een feit, hè. Nagaat nu, was het tijd vooruit. Ja, dat was wel heel leuk. Mijn vader met die helder aan, die van die grote Timon steaks gegeten hebben, al die toestanden. Dat was ook zo mooi, er was een gymclubje, een damesgymclubje in Bokstel. Elk jaar hadden die een uitje. En dan, daarna gingen ze altijd eten, maar dat was altijd, kwamen ze altijd bij ons. Deden wij samen koken en dan kwamen ze altijd bij ons eten. En dan, maar na de etentje, dat was het groot feest. Hè? En dat was, hij was dan, want er mochten ook geen mannen, er waren geen mannen. Hij was dan de enigste man. En dan voet hij zijn trommeltje boven van het plafond af. Ja, dat was feest. En hij op zijn trommeltje en al die vrouwen erachter. Polonaise door de zaak. En dat waren allemaal... De ouders van de jongens die bij ons in de zaak kwamen. Ja. Hè? En dan, nou, dan die verhalen daarna, jongens. En dan datgene koken wat ze niet gewend waren, want dat is een hobby van mij. Ja. Die gerechten zoeken,
Die ze niet kenden. Ja, ja, ja. Dat is altijd een hobby van mij geweest. Ja? Altijd. Want ik heb er later, we hebben ook veel gekookt, maar ik heb ook nog kerstdiners klaargemaakt bij Joep. Met kerstmis. Ook nog een paar dingen, ja. Ook nog een paar keer gedaan. Bij Tampedu was het toen, hè? En ja, ook ja, nog ja. Bij die andere toen in de Redstaat. In de Redstaat. Wat ik ook zo leuk vond was ook. In die tijd dat ik daar aan kwam, dat was altijd iets te doen. Hè? Dat was ja. Ook altijd van ja. Alles. En dat was altijd feest. Dat was altijd feest. Feest. Dan kwam, kwam die weer binnen, dan ja. Die weer. En dan waren jullie ja. Weer daar naartoe geweest. Ja. En ik kon het ooit maar half volgen, want zo'n druk programma. Dat was dat, wat ik net ja. Vertelde. Dat was elke keer wat te doen. Ja. Ik ben net ja. Nog verteld eigenlijk, dat weet jij ook nog wel, dat we gingen varen. Ja. We gingen dus varen, op de, we hebben op de Waal gevaren. De Waal, ja. Ja, gewoon feest, hè? Orkest aan boord, met de bussen naartoe. Ja, geweldig. Hebben we gevaren in Heusden, op de Maas. Ja. Ook, hebben we ook gevaren. Ja. En toen wouden ze echt gaan varen. Ik zei, dan gaan we nu echt varen. En wie waren ze? De klanten. De klanten. De klanten, oké. Okay. Nou, dan ging ik met een hele grote boot. Britannia uit Vlissingen. Dan een hele grote discotheek aan boord. Er zat alles erop en eraan. En dan de overkant naar Huis. Dus, maar dat was s'avonds, vertrok die boot. Dus het was groot feest in de discotheek. Ze hadden al de bieren helemaal opgestapeld er bovenaan toe. Ze sliepen over. Ze sliepen, ze sliepen overal. Overal aan slapen konden sliepen ze. En toen kwamen we naar Harwich en die boot had een beetje vertraging. Dus ja, we konden niet zo lang daar blijven. Ze stapten met z'n allen in dubbeldekker. En ik zeg tegen ons, sinds wij gaan niet instappen hebben. Dat ding dat gaat daar zo op en neer. Dan flikkert het zo. Dus wie er zo op en neer daar. Zo echt waar. Door de rondjes dansen, dansen in de dubbeldekker. Op en neer. Oh, verschrikkelijk. Lachen. En dan weer terug. En dan weer terug. Met ja. De helden. Het gaat nergens om. Het gaat nergens om. Ze hadden gevaren. En toen hadden ze niet gelogen. Ik zei, nu vliegen. Ja, dat weet ik nog wel. Gaan we nu vliegen. Maar ook meemaken. Alles in de bus en alles mee naar Brussel. Ik ging zelf niet mee vliegen, nee, want dat... ik had niks meer vliegen. Nee, wij waren je ook in één keer kwijt, ja. Nee, ik was niet ver. Dus de hele koor kwam weer in Antwerpen aan, dus de bus in. En toen altijd op stap in België. Ja. Altijd naar Engels van de Café. En daar hadden ze een heel groot orgel. En wat hadden ze nou gedaan? Dan liepen ze achter de orgel, hadden ze al die platen verdraaid. Nou, daar zullen we niet meer weten over. Al die dingen van die orgel, de platen allemaal andersom. Ze zijn huis van die handel. Het waren ook wel verkes ook, hè? Ja, dat was het ook. Maar dat vond ik wel altijd wel heel knap van jullie. Dat je, we zaten allemaal weer heel in die bus. En we kwamen allemaal wel weer heel thuis. Ja, en voor we het wisten, zaten we weer ergens anders. Dat ik ook dacht, hoe houden ze het vol? Ja, want het was toch een hele verantwoording, hè? Ja, natuurlijk. Je moet tegenwoordig, ik neem je mee. Maar je moet allemaal met z'n allen weer terugbrengen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk dat is altijd hetzelfde. Ja. Ja, ja. Ja. Want zaten bij jullie ook veel verenigingen in het café? Volleyballen hebben we beginnen op hangen gehad. Oh ja. En de Brand van Varen. Ja, want volleyballen was het, ja, de eerste volleyballen. Want toen ik in Bos kwam, ik heb altijd heel hoog gevolleybald vroeger. En er was Bavel, dat was er niet meer. Die was toen opgegeven, want ik had er geleden meer. Toen hebben we met een stel nieuwe mensen, Harry Merks heb ik nog gekend, de Klom misschien ook nog gekend. Jan van der Brand, zo'n sportzaak. En die hebben we dus Blue Smash opgericht. Oké. Okay. En toen heb ik nog heel veel training gegeven aan Blue Smash. Dames 1 heb ik getraind. En het, heb ik nog gecoacht het team van Judith, van mijn eigen dochter. Ja. Die heb ook al twee gevolleybald. Ja. En wij speelden in een bedrijfscompetitie. Ach, wel. Met een ja, ik ook mee heel veel maken dan mijn vijf. En nog, hè, eigenlijk. Tenminste, ik ben nog elke dinsdagavond in de sporthal met die meidenteam. Ach, wel leuk. Ja, en dan zijn er van, net is niet net, en en Leon, en ja, noem maar op. Ja. En elke dinsdagavond zit ik in de sporthal. En jij bent nou fan? Fan? Want jij bent niet meer actief? Nee. Nooit. Nooit? Ik dacht, jij bent ook een fanatieke. Ik ben 45 jaar bij het volleybal betrokken, want ik ben secretaresse geweest van Blue Smash. Altijd voor alles met volleybal gedaan. Ik heb er zelf nog nooit geen naam gehad. Maar wel de scheidsrechtdiploma gehad, officieel. Scheidsrechtdiploma, ja. Meneer Vobo, dat heb ik nog gehad ondertussen. Nooit geen volleybal al gedaan. Wij allemaal een spanning thuis, maar die scheidsrechtdiploma ook nog gehaald, die diploma. Ja. Dus dat hebben we ook helemaal gedaan. Dan speelden wij op vrijdag nog wel eens ooit met het team van Bekenot tegen de HBS. Volle sporthal hier, daar op school. Lachen. En de afloop heel erg op. Onvoorstelbaar. Hè? Ja. Maar dat is natuurlijk wel heel leuk dat je dan ook actief bent in de sportwereld. Ja, want daar haal je ook weer een hoop klanten mee. Ja. Hè? Ja. Toen en later is gewoon bekend dat gewoon op een gegeven moment ik niet meer mocht volleyballen. En toen op een gegeven moment kwam de Sjap dus en Kees Driessen, die bij Onkel Sobbelen wouden ze een nieuwe tak bij hebben. Een nieuwe? Tak. En die wouden. Dus op een gegeven moment kwamen we niet erachter dat ze rugby erbij wouden hebben. Dus toen hebben ze een oprichting verandering gehouden. Op de HBS toen de tijd. En dus de Sjap en Kees Driessen, dat zijn eigenlijk de eerste oprichters. Die zijn daar geweest. Michel Schelkens. En ik noem de bijnamen, jongens en man bijnamen. En toen,
ja, ja. We moesten bestuur vormen. Ja, dan moet jij alles maar gaan doen, ouwe. Dus toen heb ik gezegd, geef me eerst eens een boekje. Laat ik eerst eens kijken wat voor sport het is. Jij wist helemaal eigenlijk niks van rugby. Nee, nog niks. Dus ik zeg, geef me eens een boek. Toen heb ik gekeken en toen ben ik helemaal sportgek geworden. Dan kun je nou zien op televisie met het wereldkampioenschappen, ja, hoe sportief het is. Ja, ja, ik zie het af en toe langskomen, ja, op Facebook, ja, bij die jongens, ja, die dan ben ik helemaal gek geworden. Ja. Dus toen heb ik alle functies in de club gehad. Ook nog, denk ik ook nog bij. Oh. Ja, want dan weet ik nog wel, dat was in mijn tijd toen het helemaal begon. Toen heb ik nog op een gegeven moment heb ik nog. Ik vond het wel heftig altijd hoor. Als ik dan altijd zag hoe hard dat hij ging. Ja. Ja. Zij schrijft maar niet geduld, helemaal niet. Nee. Kijk op televisie. Ja. Ja. En hier bij die kleine mannen bij ons ook, scheidsrechter schot en God mag je boven praten in het clubhuis, anders niet. Ja. Ja, zo is het simpel. Daarom ben ik gek van die sport. En daar heb ik nog een hele tijd gedaan, voorzitter geweest van de kantinestichting. Deed ik ook nog bij. Ja. Wij stonden ook in de kantine te werken. Ook nog. Ook. Maar dat jullie daar vol hebben gehouden, zeg. Ja, daar waren we wel. En toch hard gewerkt, hè? Toch hard moeten werken. Daar waren we af en toe wel eens af, maar al die streken ook nog. Want wij zaten ook allebei op een gegeven moment in het bestuur van de... Ja, van de Rugby Club. Zij hebben 10 jaar gedaan. En op een gegeven moment ook wedstrijdsecretaresse. En als de wedstrijd afgelast moest worden, dan weet ik wel, dat het zondagsmorgen is. Dan konden we regelen. En zaterdag. Vergaderingen waren altijd bij ons thuis. Ja, dat is een inval. Ja. Ja, dat was allemaal bij. Altijd heel gezellig. Ja, dat is een onderdeel. Ja. Maar ben je daar nog actief in het rugby? Op alle kanten. Ik poets weer heel de tent. Oh. Ik schop en ik poets heel de zaak van boven tot onder. Ja? Ja. En waarom is dat dan, Henk? Kun je dat niet loslaten of is dat gewoon jouw ding? Mijn club. Ja. Mijn club. Kijk, het zijn allemaal studenten. Ja. Dat gaat niet zo makkelijk. En we zijn maar een kleine club. Dus we hebben niet alle middelen. En zolang als ik dat kan doen, dan doe ik dat toch. Ja. Want is het nog... Ik weet nog, in die tijd natuurlijk, hè, die jongens die toen rugby, die kende ik allemaal wel. Maar ondertussen, die zijn allemaal weer weg, zijn allemaal weer jongelui. Ja, want daar heb je natuurlijk ander contact mee als met die mannen van toen, hè? Want die zag je natuurlijk ook bij jou in de kroeg. Ja, maar nu is het contact ook. Je hebt hetzelfde, je bent bij de wedstrijden en denk als er wat te doen is, je bent er altijd. Ja. Is er een verschil van nu en vroeger? Van ja, natuurlijk. Een andere mentaliteit, dat weet iedereen. Ja, natuurlijk. Het is een andere mentaliteit, in middel van de computers en noem maar op allemaal. Ja. De jongens hebben een hele andere instelling weer. Ja. Ja, heel anders. Maar wat merk je daaraan? Ook in het sport zelf of in het... Nee, spel is een spel. Ja. Daar verhaal je niks aan. Maar in de afloop is het allemaal weer anders natuurlijk. Ja. Je hebt er toch ander contact mee, hè? Ja, op een andere manier. Ja. Op een andere manier. Je moet weer met hun... Begin je voor of aan, hun wil je ook te vertellen. Je vertelt er wat terug. Ja. En vroeger was dat contact makkelijker. Je had niks. Nee, had telefoontjes of... Tegenwoordig is dat... Alleen maar dit, hè? Dat wou ik zeggen. Ze werd veel beter gecommuniceerd natuurlijk, hè? En daardoor heb je een betere verbinding met mensen. Ja, dus altijd. Heel veel mensen lezen de mail niet, zeg maar, of zo allemaal, hè? De mondcontact, de persoonlijke contact wel verbeteren. Ja. Goed. En toen hebben we nog één gehad, hebben we dus de Balfanfare opgericht. De? Balfanfare. De Balfanfare. Dat is een valsbaasorkest. O jee. Wie het beste vals komt blazen, dat is een kunst. Ja, echt waar? Goed blazen, dat kan iedereen. Of tenminste, de muzikant is. Ja, ja. Maar een muzikant, die kan niet vals blazen, want die kan niet dat in zijn doen. Nee. Dus dan hebben we, zo'n heel koor, ik weet niet hoe dat te sprake komt, hebben we heel koor bij elkaar gezocht. En wat zat er dan bij? Wat zaten er dan voor instrumenten dan? Alle instrumenten hadden we ook nog. Hier hebben we een foto die opgenomen op Balfanfare in stapelen. Op stapelen. Stapelen. Ja. Ook drie keer niks. Ook gewoon drie keer niks. En we hebben ze toch allemaal aan? Ja, maar dat was de ridders gewoon. Zie je de ridderkostuum eigenlijk? Die dingen van die ridders, zie je? Ja. Ja. Dat zit van die ridders. Maar leuk toch? En dan zat jij zelf ook bijna? Ja, een kleine trom. Ja, laat maar doen. Een kleine trom heb ik altijd klaar. En we hebben een eigen plaat. Hoe kun je dan vals spelen met een trom? Ja, ik wil gewoon met je uit de maat. Uit de maat, Josephine. Uit de maat, goed. Dat is vals. Ja, inderdaad. Ja, dan hadden we dus gewoon die ene die daar op de foto staat. Die was geen soort adviseur, hè. Die had een kostuum aan, helemaal als kardinaal. Ja, ik zie het. Helemaal als kardinaal. Ja, de rozenkrans en al, zat hij om. En zo gingen jullie altijd met deze kostuums op pad? Dat gingen wij, nee. Nee, ze hadden echt uniformjasjes. Uniformjasjes, van oude manier. Van die groene hadden we gekocht. Hele groene jasjes. Dat hadden we gekocht ergens. En gingen jullie ook ergens optreden dan? Wij hebben overal opgetreden. Maar die kwamen ook bij ons optreden. We hebben in Breda opgetreden. Valsblaascoers. En ook gekke dingen erbij, je wint een beker, weet ik veel allemaal. Hé, hey, Sis, wat was dan voor jou, als Henk zo ondernemend is? Leek het ook wel intensief, zo'n man? Ja, kijk, ik deed natuurlijk ook een hele hoop dingen, maar ik was eigenlijk degene achter de schermen, hè. Want als er dingen gedaan moesten worden... Ik was eigenlijk toch wel een beetje de speel tussen
tussen de kroeg en het gezin en een hele hoop dingen natuurlijk. Ja, hè? Ja. Want jij bent niet echt een barvrouw geweest, hè? Om het zo maar te zeggen. Nee, maar dat mocht ook niet van die jongens, hè, die in de zaak werkten. Hoezo? Nee. Ja, als ik überhaupt ooit achter de bar. Hè, natuurlijk heb ik dat wel gedaan, maar dan hadden ze zoiets van: wat kom jij hier doen? Oh ja? Ja. Dus ik stond meer te buurten met iedereen. Ja. En ik mocht dat ook wel jouw ding. Ja, natuurlijk was het. Wij samen bakken vertellen, Josephine. We hebben toch veel lol gehad. Ja. Verschrikkelijk. Ja, en dan waren natuurlijk jongens die elkaar allemaal kenden, dus dat was een hechte club. Ja, en dan mocht ik wel mee wat glazen ophalen en glazen spoelen als het dan druk was. Ja. Maar voor de verdere rest hoefde ik maar wel s'avonds mee opruimen natuurlijk. Ja. En weer zorgen dat die jongens wat te eten hadden en noem maar op, hè. Ja. Want dan waren jullie ook altijd, want vroeger ging het café om 2 uur dicht, hè? Ja. Toch? Ja. Dat was toen, hè? Toen moest één uur? Nee, dat was zondags, toch? Nee, moesten ook nog. Het ging om 1 uur dicht. En dan konden verlenging aanvragen. En dan moesten voor 12 uur. We hadden een bonnenboekje van het politiebureau. Ja. Dan moesten voor 12 uur met de ingevulde bonneke moesten naar het politiebureau. En dan konden we dan een uur verlenging krijgen. Oh, dus dat ging iedere keer dezelfde avond? Dat moesten we ter plekke doen. Dat moesten we per avond doen. Dus dan vulde ik dat bonneke weer in en dan ging ik weer naar het politiebureau. Ooit was het wel eens 12:15. Maar ja, de meesten kennen ook wel. Nee, toe maar. Ging en dan kon je tot 2 uur. Dan kon een uur langer open. En was dat ook in de jaren 70? Want dat kan ik me eigenlijk niet herinneren. Ik weet niet precies tot hoe lang dat geduurd heeft. Maar in de beginjaren was het een eerder wel. Ja. Hoe lang het geduurd heeft. Nee, want ik kan me, tenminste toen ik zo ging, 1975, dacht ik dat toen echt tot 2 uur open was. Want dat kan ik me niet meer herinneren. Altijd een briefje inleveren, kon een bonnenboekje kopen, 10 bonnen. En dan konden we nu halen als het weer op. Want het is zo op natuurlijk. Ja. Want door de week waren jullie ook altijd open. Ja, dat is gewoon open. Ja. Laatste jaren eigenlijk niet meer, hè? Nee. Laatste jaren niet meer. Wel voor besloten etentjes bijvoorbeeld, of besloten feestjes, dat weet je wel. Nee, dat komt toen altijd. Toen ben ik ook een keer ziek geweest. Toen had ik gezegd, dat gaan we niet doen. Nee, het is toch intensief, hè? En het is ook een ander ritme, hè? Want jullie liggen dan toch iedere keer laat in bed. En dan met kleine kinderen. Altijd. En dan dat orde vergeet ik ook niet meer. Ik moest dus ook rijden voor het volleyballen, voor onze kinderen die gingen volleyballen. En dan moesten om de deur rijden. En dan moesten soms wel eens morgens om 8 uur, moesten wel eens ooit de deur uit, hè. En dan om 5 uur ooit naar het bed. Maar dan werd ik wel eens, de avond ervoor, dan werd ik wel eens gebeld door een of andere moeder. En die zei, sis, kunnen we niet ruilen morgen, want ik heb vanavond een feestje. En dan is zo vroeg morgen, ik zeg, ik heb elke zaterdag avond een feestje. Ik zeg, ik ga dus echt niet ruilen. Nee, hoort er dus natuurlijk ook bij, hè. Want je moet er dus, de kinderen, dat gaat ook gewoon door. Ja. Die moeten ook sporten. Maar kun je dat ook goed zo apart houden? Het privéleven en het café? Ja. En zeker toen wij, want toen ik dan ziek ben geworden, toen mocht ik niet meer boven de zaak wonen. Toen zijn wij op Oost gaan wonen. Daar hebben we 12,5 jaar gewoond. Ja, onze kinderen die speelden daar gewoon buiten. Ja. En die gingen naar school. En die hebben eigenlijk een heerlijke jeugd gehad, zeg maar. Zoals ieder ander kind dat had. Ja, die hebben dat helemaal niet meegemaakt. Nee, zich daar afspeelt. En later zijn wij naar de markt gegaan. Zijn we op de markt gaan wonen. Ja. En dat was natuurlijk om het hoekje, hè? Maar dat was ook niet bij de zaak. Nee. En dat was toch wel fijn. Ja, dat je er toch een beetje los van kunt komen, hè? Ja. Dat toch wel veel, ook wel veel energie gekost. Ja, maar ze moesten ook veel doen. Daarbuiten ook. Wij gingen op een gegeven moment met de rugby naar Praag. En Praag was toen communistisch. Al die visums, Ze vonden zitten, dat ze foto's in leverden. Al die toestanden. Dat was toen communistisch, kwam je zo maar binnen. Dat ging allemaal zomaar niet. Nee. Dat is ook een hoop dingen. Die had er allemaal bij deed. En die is nog 10 jaar secretaresse geweest bij Boesmesh. Dat is ook nog erbij. 15 jaar. En 10 jaar bij ons, bij de rugby. 10 jaar bij de rugby. Hebben jullie nog contacten en nog goede vriendschappen met de mensen? Allemaal. Op een gegeven moment moeten ook, je kunt niet alles bijhouden, Josephine. Want dan is het end zoek. Je weet niet waar je moet zoeken. Maar ook vaak, zeker als mensen zeg maar 50 worden of er is iets, dan
worden wij altijd nog uitgenodigd. Wat leuk, hè? Worden altijd nog uitgenodigd. En ik probeer ook altijd het in de gaten te houden als, zeg maar, van iemand van die vroeger bij ons in de zaak kwam, is een van de ouders of zo, bijvoorbeeld, is overleden. Ja. Daar hebben wij of even naar de kerk gaan, of kaartjes sturen, of dat soort dingen. Ja. Want je hebt het toch heel wat meegemaakt, hè, met z'n allen. Ja. Echt heel veel lief en leed, hè? Ja, lief en leed, hè? Ja. Ja. Want dat is ook, hè? Het is ook een goede kant geweest, hè? Ja. Natuurlijk ook een hoop... Wij noemen dat gewoon, we hebben geïnvesteerd in mensen. Ja. Heel belangrijk. Belangrijk als de rest. Daarvoor val je ook niet in de gat. Nee. Hoezo? Omdat je vertelt, Henk? Omdat je investeert in mensen, dus waar je mee omgaat en je daar veel voor doet, veel voor terugkrijgt. Ja, je moet investeren in mensen. Ja. Dat is heel belangrijk. Dan houden we er ook iets van over als je dan stopt. Ja, zeker. En anders val je in een gat. Ja. En dat is ook een reden waarom het personeel zo hard werkt. Ja, dat kan. Ja, dat is een stuk van hemzelf. Ja. De zaak was van hun. Ja, maar ook, het was natuurlijk jouw zaak, maar... Ja, jij was er wel voor het personeel ook, hè? Ja, natuurlijk. Je bent voor het personeel en je bent een luisterend oor en dan denk ik ook wel, dat is ook harder voor een willen knokken. Ja, dan denk ik af en toe wel zwaar voor hem, was het niet door mij. Ja. Ja. Zo kun je dat natuurlijk wel zeggen, hè? Ja. Ja, op die manier. Ja, en iedereen had zo zijn eigen taak natuurlijk ook, hè? Hun stonden achter de bar en, want jij stond toch dikwijls bij de deur, hè? Ja, ja. De bardeling. Ja. Die deur deed ik zelf. Ja. En die deur heeft daardoor natuurlijk ook wel dikwijls scheve gezichten opgeleverd. Ja, heerlijk. Want uiteindelijk, als je het niet vertrouwde, of als jij het niet zag zitten, omdat je de baas bent, kun je zeggen, jij komt er nooit meer. Nee. Gewoon zelf houden. Ja. In de hand houden. Er werd ook niet gevochten binnen. Er gebeurde niks. Nee. Heb ook veel vervelende dingen meegemaakt, Henk? Vervelende dingen, ja. Kijk, in de beginperiode wel. Dan sneuvelen de ruiten. Ja, mag niet binnen. Ging de ruiten eruit. Ja. Is er wel? Dat is goed. Mensen stinken door of zo. Ja, dat ik het dan zeg, kan ik me er toch nog aan herinneren. Op een gegeven moment die luiken. Dat is zwaar, dat weet ik nog wel. Ja, die dingen allemaal. Dat was toch spannend. Ja, dat was, ook als je daar binnen stond, dan waren er van die jonge grietjes. Ja, dat klopt. En dan opleren van het publiek waar je niet aan staat, dan tegen die jongens zeggen, andere muziek draaien. Dat ging dus ook weg. Dat ging dus ook weg. Ja. Vaak, een keertje schelden, een keertje doen, en dan ging de deur uit. Ja. Ja. Oh. Dat zijn allemaal die dingen. Die dingen. Ja. Maar dat weegt niet af tegenover de rest. Nee, want het is wel een café, wat jij net zegt, het is altijd heel erg een beweging geweest. Dus daar komt ook van alles op af. Hè? Want wat ik ook heel leuk vond, waren er ook altijd een hele groep jongens uit Vught. Uit Tiel. Heerlijk. En die kwamen gewoon iedere week in Boksel. Ja. Ja. Ik heb altijd van gehoord. Ja. Die gingen ze lopend vuur zien. En die kennen ook allemaal. En het Oorschot. Oorschot en Best. Best, weet ik ook allemaal. Ja, moet je kijken, hè. Klopt allemaal. Maar er werd eigenlijk ook wel heel veel gedronken bij jou, hè. Heel veel. Heel veel. Heel veel. Was het toch ook niet dat het ooit in een of andere tijdschrift had gestaan, dat er een beker lot per vierkante meter? Ja, dat heb ik ook nog een stuk van. Het meest had meest werd gedronken, hè? Per vierkante meter. Van heel Nederland. Ja. Maar met, dat was ook zo mooi, met carnaval, geen druppelsterke drank, hè? In de zaak, hè? Nee. Hadden we die plank daarboven, met waar die flessen sterke drank op stonden, hè? En die gingen er met carnaval af. En ik had zo'n manie van theepotten verzamelen. En dan gingen al die theepotten, die gingen er bovenop. En dus niemand kreeg sterke drank. Twee mensen na. En die konden dan, dat was een oude man, dat was een drankenleverancier. Die kwam dan altijd maandagsmiddag met carnaval. En dan stond zijn bordeltje, die stond bij mij onder de bar. Want ik deed dan altijd de bonnen verkopen, hè. En dat stond dan bij mij en dan mocht hij een bordje. Ja. En er was er nog eentje die, of nou de naam mag noemen, maar doet er niet toe. Dat was Martin Pennings. Oh ja. Want Martin die dronk eigenlijk nooit niks, maar die wilde wel eens een whisky cola. Oh ja. En dan wist hij dat de whisky stond dan bij mij onder de bar. Oh ja. Nee, nooit. Maar verder was het sterke drank taboe. Nee. En waarom was het dan? Nee, ik heb te veel ellende meegemaakt met drank. Ja? Toen ik vader, waren mensen bij die hadden gevaren op Moermans in de oorlog. En die pakte dus morgens een flesje 9, klok, 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 klok. Oh god, ja. En toen heb ik gezegd tegen mezelf, dat doen we dus nooit meer, nooit weer sneeuwdrank.
heb ik ook nooit in mijn leven aangeraakt. Nooit. Ik heb nooit iets tegen me gedaan. Ik heb zoveel meegemaakt dat. Nee. Dus bij carnaval was. Maar de rest van het jaar natuurlijk wel. Maar ja, ja, ja. Nu echt veel sterker dan. Het waren veel jonge lui, hè, maar ja, bier. Maar ja, tegenwoordig drinkt het ook voor het, of het nou jong is of niet. Maar nou drink het wel voor het sterke drank. Ja. Nou wel, nou is helemaal anders. Ja. Nou is helemaal anders. Toen was het eigenlijk allemaal bier. Bier en vis, ja. Dat was eigenlijk allemaal, geef je een blad bier, hè, zoiets. Ja. Dat was zo. Ja. Ja, maar toen was ook de prijs er anders. Ja, was ook de prijs ook helemaal anders. Vrijdag is 2 kwartjes. Och, jouw normale prijs toen je begon was 65 cent. 65 cent, ja. En dan was het vrijdag inderdaad goedkoper, hè? 2 kwartjes. Die liep elke keer op, naar boven. Zoveel dingen die wij hebben, ja, mee hebben gemaakt, heel aparte dingen. Dus ik heb, je weet ook nog wel, maar carnaval, het schooiersbal. Het schooiersbal, ja. Iedereen, donderdags voor carnaval. Wel, iedereen verkleed als schooier. Iedereen verplicht en iedereen afgekleed. Ja. En dan degene die won, die kreeg de prijs, zoals geweest. Ja, was altijd verschillend. Verschillend. Ja, want maar je moest altijd een opdracht vervullen. Oké. Okay. Dus ze zijn erbij. Nee, degene die het schooiersbal won, die had toch gratis drinken? Die kreeg vrij drinken met carnaval. Ja, die kreeg vrij drinken met carnaval. Maar ik dacht dat die ook een reisje kreeg. Want ik kan me herinneren dat wij. Ik weet dat Pierre van Amersfoort ooit gewonnen is, dat we toen ook met een bus met z'n allen ergens naartoe zijn gereden omdat hij gewonnen had, of is dat niet? Of zit het nou een keer? Pierre die heeft, een van Pierre deed, die heeft dus op een gegeven moment, moest hij, want ze moest altijd een opdracht vervullen, met de vuilniswagentje van de stop, moest hij na de meid de markt schoonvegen. Ah, dus hij had een opdracht. Altijd een opdracht. Okay. En iemand anders, die kreeg een opdracht, die moest bij de boer gaan slapen. Maar dan moest hij helemaal te voet. Van een beetje op naar Luisteren. Naar Luisteren, ja. Hij kreeg allemaal bonnen mee. Hij kon bij de ene zijn schoenen laten zolen. Ja. Hij kon bij de andere stamboot kopen. Och, hij kon daar een fles wijn kopen. Ja. Bij de Heilige Hartkerk moest hij een kaas op gaan steken. Ja. En hij moest de boeren mee halen in zijn kleren. Ja. En op zolder slapen. En de volgende dag meer naar de hoofdmis. En smiddags kwamen we hem ophalen. Oh. Ja. En deze daar ook dan? Ja, deze kan wel. Oh, wow. Ja, dan weten ze van tevoren, ja. Hè, natuurlijk. Dat zoiets de grootste stunt is geweest na 10 jaar schooiersbal. Ik zeg, nou gaan we naar echte schooiers. Nou gaan we naar Parijs. Dus de bus vol, de winnaar er ook in. En naar Parijs. Dus de winnaar die toen gewonnen heeft, die hebben we Frits Zwart helemaal opgetuigd. In zijn kleren weer. In de Café Latin in Parijs. En dan heeft hij het conciërge geld gegeven en hij heeft het conciërge geslapen. Och, wat leuk. Ja, dat was het grootste. En dat was dus ook echt, bij een echte, dat was gewoon helemaal... Ja, dat was zijn vriend, zijn vriend was erbij, die moest wel oppassen. En hij lag in slaap, zag hij onder zo'n hond erin. En wij zitten in hotel. Het hotel. Wij zitten in hotel, de honden mogen helemaal opgehaald. Och, wat leuk, ja. Ja, toen moesten we allemaal weer naar huis. Jezus. Ja, dat hebben we dus al die jaren gedaan, dat schooiebal. Ja, dat was leuk. Ja, dat was leuk. Dat was leuk. Bijzonder evenement is nog altijd de Miss Bickelot-verkiezing geweest. Dan hadden we een verkiezing van Miss Bickelot en dan deed je verschillende zaken, de boksel deden er mee. Ja. En we hadden een echte jury erbij. En op een gegeven moment heeft een keer José Weideven van Luf, die heeft een keer Miss Bickelot gewonnen. Ja, maar leuk. Dat was heel leuk. En je loopt dan in de tuin, dan liepen ze te paraderen en een extra jury erbij en die besliste wie dat zou worden. Dit is natuurlijk wel heel iets anders. Hoe kom je daarbij om nou zoiets te doen? Ja, en dan weet je ontstaat ontstaan weer. In de, met een glaske bier. En dan ook een lady speaker, een echte lady speaker. Lady speaker, ook nog erbij. Maar wel, ja. En dat was dan 1 keer per jaar of zo? Ja. Diverse keren hebben we dat gedaan. Ja, hebben we gedaan in de tuin. In de tuin zat iedereen onder de druiven. Ja. Er zat iedereen onder de druiven. Ja, dat weet ik nog. Dat weet ik nog, hè? Nee, met die hele grote put erbij. Want ja, dat zeg ik nogmaals, we hadden ook druiven plukken, dat was mijn vakantie altijd. Ja, dat kan me nog wel herinneren. Dan ging je met een heel stel mensen ook. Ik had zelf een volkswagenbusje. En dat volkswagenbusje mocht iedereen lenen. Maar die mocht wel de benzine betalen, hè, en de verzekeringen. Ja. En iedereen mocht een busje hebben. Maar dat ding, dat kon je overal zien. En met de busje was helemaal verbouwd, van binnen. Dus er zat onze eigen muziek in, die namen ze op in de zaken en die draaiden ze in de busje. En met de busje gingen we ook druivenplukken naar Frankrijk. En dat was, wijnen is altijd mijn grootste hobby geweest. Oké. Ik had een hele grote wijnkelder ook. Dat was mijn hobby, wijnen. Dat had mijn hobby geweest in mijn leven. En daar gingen we druivenplukken en dan mocht ik daar in Saint-Ferrand, dat is boven Macon, mocht ik alles zien. Ik moest wel hard werken, want je moest werken. S'morgens om 6 uur uit bed stond die ploegbaas met Jean Henri, kom ons ervan. En dan was jouw vakantie? En nu ben ik mijn vakantie. Weer werken. Ja, het was mijn vakantie. Precies, ging je dan ook mee? Nee, er moest iemand thuis blijven. Jij had handen u al kinderen natuurlijk. Ja, en dan moest
De zaak moest ook door, ja, hè? Tuurlijk, ik nam er dus, toen mochten er volgende busje acht erin. Acht en een chauffeur. Die nam ik mee. Die ging mee, die ging mee druiven plukken. En Bert Oppenveld is mee geweest, noem maar op, en de Fransje Normaal allemaal, die zijn allemaal mee geweest. Dus die nam ik mee, dan gingen we werken in Frankrijk. Leuk. En daar leerde ik heel veel. Ja? Want ik mocht alles zien. Hoe ze het maken? Hoe ze maken, alles, noem maar op allemaal. En als ik dan terugkwam, dan kwamen er vertegenwoordigers bij mij in de zaak en die zeiden ze, hoe is het geweest? Ik zei, mijn groenluister, hier. Maar die handen helemaal blauw. Helemaal rood, ik kon je er allemaal uithalen. Helemaal blauw. Ja. Ik zeg, jullie hoeven mij niks te vertellen, want en ik weet hoe de oogst is. En de tanden niet, of, kon, of de delen niet? Nee, wijn, ja. Ze zou wel wijn snoepen. Ja. O ja, wijn drinken. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Het leukste was ook van de wijn proeven, of van de wijnen plukken, dat je samen zat je met z'n allen, want het is internationaal publiek, allemaal studenten die overal vandaan kwamen. Dus dat was weer mensenkennis. Ja. Hè? Mensen ontmoeten. Ja. Mensen, vreemde mensen ontmoeten. Hun verhalen vertellen. Waar ze vandaan kwamen en wat ze kwamen doen, om druiven plukken, waarvoor en waarom. Ja, leuk. Ja. Ja. En jullie en ik leerden van mijn eigen, voor, ja, voor de wijn heel veel. Ja? Ja. Ja, tuurlijk. Dus je nam ook altijd weer een hoop flessen mee terug? Nee, daar niet. Daar viel wel mee. Daar viel wel mee. Ja, daar viel wel mee. Maar ik leerde, en dat de, als ze dan vertegenwoordigd kwamen, zei ik gewoon, ik weet dat het de oost wordt. Die ben ik geweest. Hoezo denk ik? Ik zeg, hier, ik ben er geweest, ik kom uit vandaan. Ja. Ik heb er hangen te werken ook nog. Ja, heel mooi. Heel mooi. En net zoals wat jij zegt, ik hou van wijnen. Is er nou nog? Hebben jullie nou nog een... Nee, ik mag niet meer drinken. Mag je geen wijn meer hebben? Al meer dan 20 jaar niet meer. Dus nee. Ik zeg altijd voor de lol, ze hebben mijn hobby afgenomen. Ja. Nee, dat komt door de jicht. Dat houdt het ook op, hè? Door de jicht? Ja, oh, ja. Ja, zit, dus, wijnen zit dus een tannine in, loorzuur, en dat is... En witte wijnen dan? Ook klopt, hetzelfde. Hij drinkt in malen eigenlijk nooit. Nooit. Nee, durf je niet. Ja. Hey, want jullie hadden ook een eetclub, toch? Vroeger? Of was het ook alweer? We hadden een Thérèse Gourmet. Dat is een eetclub die opgericht is. Ja. 13 leden, de Thérèse. Ja. Dus die kookte elke maand. En elke maand moesten we een apart menu brengen. En daar hielden we ook elk jaar een groot feest. Maar een feest dan, dan mocht iedereen, elk lid, zonder mensen uitnodigen. En dan in het lang. Dus kom weer het klassieke tevoorschijn, de dames het lang en de heren in rock for smoking. En dan hadden we altijd een orkest van Tatti Migando. Altijd. Hele bekend orkest. En dat was een, wat voor een orkest was dat? Zigeuners. Zigeuners. Ja, heel bekende. Dat in Miranda hadden we altijd. En dan hadden we op een gegeven moment een groot feest gehad in Nemelaar. En alle verdiepingen, 400 man. En op elke verdieping hadden we een orkest zitten. En al het eten, ja, deden we opgevoerd. Bij mij uit de zaak, alles klaargemaakt, buffetten, heel, alles wat erbij hoort. Dus die mensen van die, zeg maar, die eetclub, ja? Die deden alles maken? Alles maken en uitserveren. Van alles door elkaar, mannen, vrouwen? Of nee, alleen mannen. Allemaal mannen. Die hadden hobby koken. Nou, wij deden dan wel met twee vrouwen. Wij zorgden dan voor de entourage. Hè? Ja. Bloemen die er overal stonden, bloemstukjes maken, dat, hè, de tafels mooi gedekt. Dat mochten wij dan als vrouwen. Een tafelschikking maken, weet je wel, die. Maar daar kwam weer dus mijn oude lieden tevoorschijn. Hè? Maar die kwam in die klassieke wereld. Ja, dat is toch wel. Dat ook bij jou zo... Ja, dus de klassieke wereld zit er gewoon in. Ja. Dat krijg je er ook niet uit. Hè? Nee, dat, ja. Het ook wel zijn charmes, vind ik. Ja, er moest veel meer gebeuren, er is niks mis mee. Nee, zie je niet meer. Dan zou iedereen genieten. Ja, iedereen genieten, want iedereen, al de vrouwen in het lang, daar gebeurde niet meer. Nee. En hier in een rock smoking. Ja, dat is leuk. Dat is fantastisch. Ik heb ze nog hangen, twee van die, een is een fluwelen en nog een andere van die lange rok. En denk, ja. En dan kom ik ze tegen en denk ik, moet niet weten. Misschien is één ooit een kleindochter een keer over de afkaal of weet ik wat. Dat zal ze waarschijnlijk nooit willen. Ja, maar goed, maar kan ze toch niet weten. Dat is ook weer een ander onderdeel. Je had dus al die, ja, dat is weer een ander onderdeel van de zaak, zeg maar. Ja. Al die festiviteiten, de verenigingen. En dit is ook weer een andere aparte vereniging. Ja. He? Ja. We hadden op een gegeven moment ook een grote wijnfeest in de zaak. Waar alleen maar wijn gedronken werd en mocht geen bier. Nee. Alleen wijnen. Oktober was ook leuk. Oktober altijd. Ja. Oh, wijnfeest. Ja, leuk. Oh, op tafel van Franse kaas, alles erop en eraan. Nee, bier krijgen we vandaag niet. Nee. Ja, maar wijnen. Ja, leuk. Dat is ook weer eens een keer. Dan kunnen we stimuleren, want er zijn ook mensen daar die wijn gaan drinken. Ja. Jullie hebben daar een mooie tijd gehad. Dat lijkt me wel. Heel mooi. Ja. Hard heel gewerkt altijd. Ja, maar veel plezier. Ja, want op het begin moment is dan zoiets klaar. Hè? Jullie doen het bedrijf van de hand. Viel je niet in een gat, allebei? In een gat? Ik was zomaar aan het werk, Josephine. O ja? Ja. Nina Pennings die kwam. Ze is gek en mooi bij mij. Zo 's morgens een beetje koffie komen schenken bij de dames van Thérèse. Ik zeg, oh ja. In de sporthal. In de sporthal. Ik zeg, oh, dat lijkt me wel leuk.
Ja, voor ik krijgen had, werkte ik 40 uur in de week of meer. Hè? Zowel in de Haagakker, eerst in de Haagakker heb ik heel veel gewerkt. En later in de Blaken. 21 jaar heb ik bij hun gewerkt. Dus je bent echt voelt aan de... Ja. Dus dat gat van mij, dat was er sowieso niet natuurlijk. Nee, hè? Nee. En hij had ook wel genoeg van mij. Maar hij moest ook wel een beetje bijkomen van mij. Ja, ik was de burn-out. Moest ik bijkomen. Ik had de burn-out. Ja, dus daar ben ik ook gestopt eigenlijk. Ja. Het had heel lang geduurd voor ik de hoek, vanaf de markt de hoek ging maken naar de Rosmarijn zat. Dat ging dus niet. Oh ja. Maar hebben we even alle kunnen, hè? De burn-out, hè? Die kan je ook niet maken. En waarom niet? Omdat het emotioneel. Ja. Pas op. Ja. Pas helemaal op, hè? Ja. Nou, onze kinderen ook niet, hè? In het begin. Die vonden dat was zo raar. Dat was zo heel vreemd. En was dat ook mee, natuurlijk een burn-out, dus dat je er eigenlijk bijna een afkeer van hebt, natuurlijk, misschien? Of dat het was te veel. Het was allemaal te veel. Alles was te veel. Ja. Maar je hebt er nooit geen spijt van gehad? Ja, Nee, ik heb er geen spijt van. Nee, nooit. Het was mooi geweest. Ja. Maar dan merk je zelf ook. En toen hebben ze ook gezegd, ja... En weet je nou maar stoppen met ONK, maar niet meer doen, want dat weet ik niet. Nee. Die stress en zo, dat gaat niet meer. Nee. Anders kom je in een andere fase terecht in je leven. Ja. Dus dat heeft een tijd geduurd. Hè, ja. Maar het is toch een heftige tijd geweest, Henk. Hè? Want ik bedoel, dan wordt de wereldje toch wel klein. Want je bent eerst aan het overleven. Hè? Eventjes iemand te trust, zeg maar. Burn-out, iemand stoppen met alles. En dan knap je weer op. En dan ga je zeggen, wat gaan we doen? Ja. Maar ja, dan word ik los verboden terrein. Dus dan moeten we beter maar niet meer doen. Nee. Nou ja, thuis zitten gaat ook niet. Ja, toen komt weer dan op een gegeven moment Martin Pennings, Martin zijn vrienden van ons. Ja. Dan denk ik, ja, ik kan dat niet een beetje op een zwembad vervelen, een beetje oppassen en doen. Dus ja, dat kan ik nog wel halen. Dus niemand snapte wat ik toen ging doen. Nee. Maar die wisten de achtergronden niet. Want iedereen zei, misschien auto gaan doen. Gaat hij in het zwembad werken? Wat is dat nou? Ja. Maar die wisten de achtergrond niet. Ik mag geen stress meer, ik mag dat niet meer. Nee, dit verhaal. Nee, maar ik moet toch een beetje bezig zijn. Relaxed. De zaaltje schoonhouden op zenuwen. En een beetje vervelen en op de jong passen en de zwembad sluiten en zo. En dan ging hij het zwembad sluiten. En zij werkte bij de Haagakker. En dan hoefde Martin niet te komen, want dan deed het zwembad dicht en ging naar de Haagakker. En dan gingen we samen naar huis. Sluiten? Ja. Dan gingen we samen naar huis. En dat was goed. Ja. En dat heb ik 10 jaar gedaan. En toch 10 jaar gedaan? Ook? Ja, maar wel. En toen op 60 was, toen heb ik gezegd: nou, je bent klaar. Stoppen met alles. Nou, dat doen we niet meer. Maar dat hebben we ook nog gedaan. Ja. Dat maakt mij allemaal niet uit. Nee. Je bent meer bij een gevoel gekomen van, dit voelt goed, dus ik doe het. En dit voelt niet goed, dus ik doe het. Nu. Je hebt niks meer te verliezen. Als je zo diep even gaat. Dat maakt niet uit. Ik mag daar niet meer. Nou, dat heeft even een straat gekost. Ja. En tot het besef komen, dat gaat me niet de horeca, want dat gaat niet meer. Daar hebben ze voor gewaarschuwd, dat moet je niet doen, die stress. Je moet één ding doen. Was ook niks bij. Nee, het is ook klaar geweest misschien. Ja, maar je moet ook één ding niet vergeten. Je interesseert heel veel, maar je mag niet praten. Dus al de problemen. En doen wat de problemen, we hebben in 1980 erbij ook een crisis in Nederland. Een crisistijd toen. Toen heb ik een DOP, dat werkeloosheidsproject, opgestart. Dan heb ik die jongens leren koken. En die kookten elke keer tegen kostprijs in de zaak. Oké. Ja, dat is een heel project geweest. Ja. En noemde de DOP, want in België moet je dan elke dag weet je wel stempelen voor je uitkering. Ja. En zo noemden wij de DOP. En die kookten elke week in de zaak tegen kostprijs. En die heb ik gewoon de straat afgehaald. Ja. Maar alles bij elkaar, dat pak je hier op. Ja. En de ene man is er gevoelig voor, de andere niet. Ja. Dus op een gegeven moment is er hierboven, zei de arts, eentje geknapt. Ja. Ook door de emoties, ook die je met gevoelens van andere mensen. En het meeleven en doen en denken. Zij ook, zij hetzelfde. Ja. Ja. Want dat is het gevaar, als hun probleem... Leggen ze bij jou neer. En dan wordt het ook jouw probleem. En daar moet het net kunnen. Ja, En dat is er gewoon ingeslopen. Ja, dat is ingeslopen. En dan ga je. En je gaat ook onbewust, dat is ook mijn levensstijl, je gaat mensen helpen. Ja. Ja, ik weet wel de weg. Ik zoek wel. Ik bel wel iemand op. Ik regel wel iets voor je. En dan gaat het allemaal maar door. En dan maakt het niet uit, maar op een gegeven moment is het. Klaar. Wat de artsen mij verteld hebben, hierboven is het één gekapt. Ja. Dan kun je leeg. Ja. En nou, zoveel jaar later, is, jij bent gestopt met werken. Gepensioneerd. Ondertussen allebei verhuisd, dan zitten we hier heerlijk. Ja, we zijn nou hier. Mooi uitzicht. Ja. Van buiten af. Ja. Voelt dit ook helemaal goed? Is dit ook Kan ik lekker de weekenden ook bij de kinderen naar het sporten of ergens naartoe of weet ik wat. En dat vond ik, dat was gewoon heerlijk. Of wij samen. Ja. Wij samen, we hebben heel wat afgefietst. En we gaan veel naar het theater.
En, ja, dat doen we ook veel. Musicals allemaal. En genieten van de kleinkinderen. Nu wat ze staan van de Rijnbouw pas weer gezien. Ik noem wat dat soort dingen allemaal. En vorig jaar hebben we nog de dingen gehad, weet die andere. In Scheveningen. Sister Act. Ja, we hebben allemaal gezien. Dat soort dingen. Daar hebben we allemaal geen tijd voor. Ja, Henk, want uiteindelijk ben je weer ziek geweest, een paar jaar terug. Ik heb je een eerste ervaring. Vijf jaar geleden. Pat kreeg er ook weer eens even bovenop. Hè? Ja. Ja, toen deed je het niet meer mee. Mijn fiets wou, niemand wou wat ik wou. Dit wou, de glasdak ging ook niet meer. Dus toen was echt... ik zo in de bos. Ja. En dan, dit lag er helemaal uit. En toen heb ik die zware operatie gehad. Deze twee doen niet mee. En hier hebben ze een stent tussen gezet. Ja. Maar het is niet meer wat geweest. Nee, nee. Want iedereen denkt, begin niks aan jou. Nee, hierboven is wel iets. Ja. Iets weg. Ja. Het is wel anders geworden. Ja. Maar goed, dat doet verder niks te zaken. Nee. Ik functioneer weer gewoon. Ja. Ja, op een andere manier. Maar goed. Ja. Op een andere manier. Je wou net zeggen. Ja. Je bent wat dat betreft. Ja, flexibel weer. Van dit kan wel en dit kan niet. Ja. Nou, dat doen we er niet. Ja. En als je, dan is er niks aan de hand. Nee. Maar er zit een bepaald ritme in. En dat moet niet verstoord worden. Nee. Nee, dat klopt. Daar gaat het heel duidelijk. Dat merk je heel erg. Of als we veel dingen achter elkaar hebben. Feestjes. En dan zeg ik, ga jij maar alleen. Dat gaat niet. Maakt mij niet uit. Ik kan wel. Ja, want dan moet je echt een stapje terug. Ja, dat doe ik niet. Of hij gaat eerder naar huis. Of ga je naar huis. Hij gaat eerder naar huis. Maar dan red je het ook niet. Want als het überhaupt eens een keer gebeurt, dat het dan echt laat. Nou, dat kunnen de volgende dag meteen werken. Hij wordt er meteen op afgerekend. Maar dat geeft niks. Dat is zo goed. Dat is niet waard. Klaar. En dan weten we gewoon. Dan ben ik ook niet wakker van. Nee. Ik ga gewoon op mijn manier gewoon mee. Ja, door het leven. En leuk dat je kunt genieten van de kinderen, de kleinkinderen. Zeker weten. Je bent er allebei. Ik doe dat hetzelfde dat je zegt dat ik daar nog hele dagen bezig ben bij die club. Dus ik bedoel, volgend jaar 40 jaar. 40 jaar ben ik een paar lintje voor die club. Ja. Ik zit zelf de arm een beetje ziek. Ja. Lintje heb ik van de koninginnetje. Ja. Ik moet mijn best doen. Ja, geweldig. Ik wil dit gesprek gaan stoppen, want wij blijven. Ik kan hier ook mijn slaapzak neerleggen. Ja, we blijven slapen. We hebben nog een boek vol. We kletsen gewoon verder. We hebben nog een boek vol. Misschien moeten we maar stoppen. Ja. En ik vond het ontzettend leuk om jullie hier al bij een tafel te hebben. En ten eerste bedankt voor dit gesprek. En ook bedankt voor al die mooie jaren. Ja, meisje. Want daar heb ik zo van genoten. We hebben zoveel lol gehad. Ja, dat hebben we. Zeker heel veel mensen in Boksel die zeggen, we hebben daar veel plezier in. Ja, echt wel. Het heeft mij wel gevonden. Ja. Het is een onderdeel van mijn leven. Ja, leuk toch? Zo, dat zijn voor zoveel, hè, Jozefine. Voor zoveel, hè. Ja. Ik zeg zo mooi. Die puberteit die is zo geweldig. Ja. Echt maar. Toch een hele belangrijke periode uit mijn leven. Dus een dubbele groente. Dankjewel van mij. Oké.